Hey, bro, hoe is jouw avond? Hey, Virato. Pico! Ik neem nu op. Here go. Zo, dit is een zwarm tering, hè? Raakt het eens aan? Tering. Tering. Zo, hij komt even laat binnen. Maar het is zo vroeg en we moeten over een uur de hotelkamer uit. Ja. Maar ik moet ook gewoon... Het was nog erger een puin, sorry. Die koekjes die op de grond liggen. Het was nog erger. Maar inmiddels heb ik wat opgeruimd. Maar binnen een uur krijgen we dit hopelijk niet opgeruimd. Dames en heren, deze Raf de Biel is een beetje aan het opruimen. Onze ervaring was, Antwerpen is leuk. Volgende keer gaan we naar Brussel. Maar volgende keer gaan we nog ergens iets beter, denk ik. Echt, ik boek een beter hotel. Want... En ook echt een goed hotel, want kijk hoe het eruit ziet. We hebben geen ruimte, helemaal niks. Dat is niet best. Ja, maar het was wel top. Drie dagen. Ja, twee. Dat was echt mooi. Gaan wij nog een keer vegen? We zitten lui uit. We gaan zo nog even vloggen. Ja. Daarlijk. Komt helemaal goed, zit iets op die lens. Maar, jezus, we waren vannacht tot 5:30 of zo, 5 uur. Maar ik stond wel beter op dan gisteren. Ja. Terwijl gisteren heb ik gewoon lang slaap gehad. En nou ineens stond ik wel goed. Ik ben, ja, heel was gisteren wel echt gezellig met de mensen. Ja, moeten we een COVID-test eigenlijk doen? Eigenlijk wel, hè? Ja, en dan we zien het wel. Moeten we een trein later nemen, waarschijnlijk echt dikke naam. Maar waar de fok moeten we zijn om tickets te kopen? Wat een groot al. We moeten daar zo meteen even omhoog. Wel leuk. Weet je dat ik zo dik heb bedenken hoe mensen dit vroeger hebben gebouwd? Ja, dat snap ik niet. Nu is het allemaal met een steentje en kijk, makkelijk. En hier, dit is zo hoog dat je gewoon de perceptie bijna niet meer ziet hoe hoog het is. Je zit gewoon een soort van verdraaid in de kerk. Jij gaat niet trekken vandaag. Al die spullen meeslepen. En ik heb nog de meeste spullen ook. Maar ik ben wel blij dat ik deze tas heb meegenomen. Anders had ik al die tering zo niet mee terug kunnen nemen. En we hebben een nieuwe hoodie aan. Hey. Hi. Flex. En ik hoor daar weer zo'n stinkstraatartiest. Met mijn graf ADHD hoofd. Vigo die gaat niet zo lekker. Vigo wil graag een trein koppen. Er zijn er 2 minuten voorbij. En het verhaal is dat we moeten straks terug om 4 uur. Moeten we naar... 5:05. Ja, we moeten... Hoe heet dat? Ja, naar met de trein terug om 4 uur ongeveer. Nou, we hebben onze ticket. Ik denk dat deze guy gewoon gaat slapen daar, hè? Huh? 3 uur lang. Dat gaat niet eens lukken. Dus we moeten in Breda alweer overstappen. Kijk wat hij mee hebt. Antwerpen pakket. En ja, nou voor die tijd. Hij moet ook nog terug naar huis zo lopen. Ja, vanaf de trein. Ik ga nou alvast een taxi regelen. Hij gaat de taxi regelen. Ik hoop echt dat hij geld krijgt. Het hoogste bereik wat ik op Snap heb gehad is 1000 views. Maar wat vond je van je mondharmonica stukje? Ik vond het wel mooi. Alleen, ik ben helemaal klaar met vandaag. Mijn handen doen pijn. En Antwerpen was heel mooi. Wel een studentenstad, geweldig voor ons. Bro, maar ik ben zo gesloopt. Hey, normaal kom je op een vakantie tot rust, toch? Wij moeten nog een vakantie nemen na onze vakantie om tot rust te komen. Echt stuk, als jij met die... Gooi met die tuteur van hem en hij met dat ding gewoon op centraal gaat staan. Ga eens mondharmonica spelen. Stierigap. Hey bro, ik ga dat zo op het koude station doen. Ik ga erbij staan. Ik ga geklapt. Nee, gooi die tuteur. Nee, dit is een tering slecht idee. We gaan Lucie. What the fuck? Zo ziek. Dat is tering dik, ouwe. Ja. Hier moeten we een keer een set gooien.
Ja. Ja, dat is dik. En dan precies hier midden op die trap. Dat is keihard, gast. Ik heb ook geen idee waar we heen lopen. Hij gaat even navragen. Zijn we ook centraal? We gaan weer back to home. Misschien gaan we daar nog feest. Nom, 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 nom. En het ziet er ziek uit, maar dat wisten jullie al. Ik heb nog nooit zo'n grote lift gezien. Min 2. Ik moet meer denken aan een goedere lift eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar... deze beweegt niet, ja. Gaan we Antwerpen missen? Zeg, kom volgende keer Rotterdam. Dat is gewoon hard. Berlijn. Ja. Brussel. Berlijn. Berlijn. Londen. Dat is beter. Londen. Fuck, een goed idee. Ik ga niet open. Moest je toch 22 hebben? Ja. Maar het is 23 tot 24. Ja, dus dat is niet goed. Chicky. 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 De deuren gaan open. Dankjewel, Loel. Deze lift gaat naar boven. Echt? Hij gaat weer naar boven. Nee, ja. Antwerpen is leuk, heel leuk. Maar je moet er niet heen gaan voor je rust. Nee, dat wordt er niet. Met al die Nederlanders hier, ook echt. En dan denken we nog van, we gaan later, weet je wel, want dan is het niet zo druk. Wat is er? Kijk, mijn hand, gast. Ik ben gewoon wit geworden. Deze trein stopt in, dat betekent dat hij dan eventjes... Nee, hij gaat niet verder dan Breda. We moeten overstappen. Dat vind ik echt heel kut. Ik haat overstappen. Ja. Is het ook weer fantastisch druk. Alle Nederlanders, laat je horen. Alta. Maar al die bullshit die jij doet, ga ik ook inbewerken. Ja, gooi ik een autotune overheen. Waarom is ze moker druk? We kunnen niet eens zitten waarschijnlijk. We gaan waarschijnlijk niet eens kunnen zitten. Daar kunnen ze op instappen. Ja, waarom doen ze dat niet dan? Kom daarheen. Oh, ik moker bijna tussen die rails. Nou, kunnen we echt kunnen zitten, gast. Ja, als we geen plek hebben om te zitten, dan word ik boos. Oh, we hadden echt een ticket voor eerste klas moeten nemen, man. Waarom hebben we dat niet gedaan? Volgende keer doen we dat. Wij gaan nooit een plek vinden hier, gast. Goh, meen je? We zijn al die hele trein doorgelopen. Lekker mooi. Ja. Oh, auw. Weet je, anderhalf uur op de wc zitten. Ja, doe. Ik ben helemaal klaar met deze. Volgende keer gaan we met de auto. Ja. Waarom hebben we dan nooit aangedacht om tasjes in tasjes te doen? Ja. Dat is een heel goed idee. Daar komt hij ook nu pas mee, zeg maar. Maar echt even, dit is wel echt heel kut. Ja, we hebben echt amper plek, gast. Draai je even. Dat zien wij er ook uit als backpackers, gast. Ja. Vooral ik met mijn rugzak. Alsof ik aan het bushcraften ben in Turkije. We zijn weer in Nederland. Hé, we zijn weer in Nederland. We zijn weer in Nederland. We zijn weer gewoon in Breda. Nice. Aha. Dit wordt zo'n random vlog. Zo, die roltrap gaf me even een setje. Oh ja,
Oh ja. Kunnen we. Hoe gaan we dit doen? Ja, we moeten gewoon even achter iemand langs. Want ja, we zijn... Ja, we gaan... Ja, maar dat werkt niet, want we zijn niet ingecheckt. Oh ja. Het is tegen elkaar. Zo. Ja. Welkom in het Nederlandse gebied, ja. Hey, maar guys, ik ga even hier zitten. Als het kan. En ik ga... Ja, maar ik ga hier gewoon even zitten en ik ga even kijken wat we kunnen doen. Ik ben naar de Getven. Oh, ik ben naar de Getven. Dus nu, wacht. Ik ga even broodje halen, hè? Ja, doe je ding. Helemaal gek. Ik hoop dat dat op video staat. Oh, wat zijn wij de lul. Omdat het zo koud is. En mijn telefoon is leeg. Ik vind jou echt op zo'n mentaal beperkte... Sterrenbestuurder kan het lijken. Die aan astrologie doet. Wij zijn wel in Nederland. Je moet nog steeds zeiken. Ga zeiken. Fuck you! Ja, ik ga naar de wc. Ben je leefsmoe vandaag? Ik ben een tering leefsmoe. Wat, hoe smaakt het? Hoe smaakt dit broodje? Vreselijk. Kom, vraag ik op. Er gaat zoveel mis, fout en kut tegelijk. We moeten het zo even wegdrinken, die pijn. Ja. Ik heb gewoon geen antwoord meer. Ik ben lekker aan het viben. Zonder muziek. Je hebt er helemaal geen zin meer in, hè? Amsterdam moet hier. Lift naar 1 en 2. Nou, we zijn te lui verwoorden om met de trap te gaan. Wat heb je gedaan? Niks. Oh. Stond volgens mij buiten dienst. Nee. Dit ziet er niet goed uit. Jawel. Besef, dit is eindelijk een vlog. Ja, gast. Tegenwik. Ja, wat gaan we zeggen? Joejoe. Lumina. Hé, maar bro, ja. We sluiten de vlog wel een keertje gewoon echt op af. Gewoon dat we met z'n drieën zitten aan de tafel. Dat doen we. Ja. Nou, ik denk dat wij volgende week gewoon... Volgende week gaan we naar Berlijn. I'm gonna take the number.